Het stormt in Rotterdam. Code rood is afgegeven, windkracht 11. Mensen houden zich echt vast. Hij moet hier ook de loopbrug neerleggen voor het korenterminal, voor een schip gedoopt. Oh, gaan we het lukken op vandaag? Ja, dat gaan we proberen. Ja, door de hevige storm die nu nog woedt, zijn er minstens twee bomen omgegaan. En een deel is op het monument op 262 gekomen. Ja, hoe oud zijn die bomen? Meer dan 100 jaar in ieder geval. Ja. Zullen we even meelopen? Ja, doe maar. Hou vast hoor. Lukt het? Ja hoor. Waar gaan jullie heen? Nou, even kijken, want een boot heeft net aangemeerd en die heeft schade opgelopen. Welke boot? De RMS Basel volgens mij. Ja, de blauwe. En die rijden van 7 hoog, die vallen gewoon om. Hier gaat hij weer heen. Sentering. We gaan even kijken wat hier allemaal aan de hand is. Wat er vanmorgen is gebeurd, is dat het dak van het pand die hier achter me staat, voor een groot gedeelte is die weggewaaid en is achterin terechtgekomen in de tuinen. Ja, daar gaat hij! Oh. I live in this house. I see a grote wind. One time, and yeah, and I was shocked because it's normally everything is okay. And then I hear from my buurvrouw that we must go to downstairs because it's a problem with our house. We kunnen wel melding maken dat er geen sprake is van gewonden. Was het te voorkomen? Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Sommige bewoners waren inderdaad nog thuis. Wat er nu gaat gebeuren is het volgende. De mensen van de vierde verdieping, ja, in ieder geval moeten gaan kijken waar ze dan gaan verblijven. Want ze kunnen niet in hun pand verblijven. En we gaan straks vanaf woonblok 20 tot en met naar deze zijde. Is ongeveer 32 woningen. Die gaan we nu ontruimen. We stay in street by enough 3-4 hours and just wait. Maybe 5 and wait. Yeah, we don't know. Als het goed aangelegd wordt, dan ga ik ervan uit dat het niet zomaar eraf getrokken kan worden. Want aan die kant zit alles nog. Alleen aan deze kant is het eraf. Dus. Er komt zo meteen een aannemer deze kant op om het dak te repareren. En dan is er ook hier is ook bouw- en woningtoezicht. Die kunnen meer vertellen over de constructieve veiligheid. Dus dat moeten we even afwachten, dat onderzoek.